Helium-3 is een wondermiddel. Het zou kernfusie mogelijk moeten maken zonder radioactief afval. Kan het echt een revolutie betekenen voor de nucleaire industrie? Dat denkt althans de Amerikaanse start-up Helium Energy. De geïnvesteerde bedragen zijn duizelingwekkend, maar niet voor niets. Sinds 1969 is de wetenschappelijke belangstelling voor de verschillende te exploiteren energieën blijven groeien. Voortaan wordt de terugkeer van een menselijke missie naar de maan dus ingegeven door de exploitatie van haar hulpbronnen. Met de nieuwste SpaceX-raket leek een terugkeer naar de maan bovendien nog nooit zo dichtbij. Jarenlang stonden de internationale ruimtestations en missies om het zonnestelsel te verkennen centraal in het onderzoek. De maan is daardoor op de achtergrond geraakt. Vandaag de dag is helium-3 een maanschat die alle onderzoekers uitdaagt. Het is een niet-radioactieve isotoop. Dit maakt het een ideale brandstof voor het conditioneren van een fusiereactor. Zo kan het zich verbinden met deuterium zonder neutronen te produceren. Zijn energiepotentieel is dus niet te verwaarlozen. Maar is dit project niet te ambitieus? Een groot aantal kwesties moet nog worden opgelost. Het demonstratiemodel voor kernfusie zou in 2024 het daglicht moeten zien. Zal dit doel worden bereikt? Al in 1988 werd in een NASA-rapport over het potentieel van helium-3 gesproken. Er werd al gesproken over een kernfusiereactor. Het heeft inderdaad veel voordelen. Om te beginnen is de energie ervan overvloedig, koolstofvrij en vrij van kernafval. Het is ook nuttig voor MRI-longbeeldvorming en zelfs voor de cryogene toepassingen. Het belangrijkste reservoir van deze ultracompetitieve hulpbron is echter de maan. Gedurende miljarden en miljarden jaren heeft de werking van de zonnewind geleid tot het vrijkomen van hoogenergetische deeltjes. Helium-3 is daar één van. Daarom heeft het zich op de maan opgehoopt, vooral door het ontbreken van een atmosfeer. Het kan per definitie worden beschouwd als een hernieuwbare bron. Het wordt immers regelmatig op de maanbodem afgezet omdat de zon constant actief is. Toch is het duidelijk dat het begrip overvloed van helium-3 met een korreltje zout moet worden genomen. Daarom worden in verschillende landen veel maanmissies voorbereid. Momenteel staan de Verenigde Staten en China bovenaan deze lijst. Het Artemis-programma, gesteund door de NASA, is verreweg het meest succesvol. Het doel is een maanbasis op te zetten die als thuisbasis kan dienen. Samen met Rusland heeft China ook een goede positie in de race om een maanbasis. Het project lijkt echter nog niet helemaal klaar voor uitvoering. De financiële middelen en de benodigde apparatuur zijn inderdaad nog astronomisch hoog. Een permanente installatie zou de bouw en het onderhoud van infrastructuur met behulp van maanbronnen vereisen. Ook zouden de talrijke robots moeten worden ingezet. Het Australische bedrijf Leeton overweegt bijvoorbeeld 3D-printtechnologie in te zetten. Dit zou direct ter plaatse bouwoplossingen bieden. Ten slotte wordt er gesproken over het creëren van een kunstmatig maanecosysteem dat het reizen naar de aarde zou vergemakkelijken. Ook de in Toulouse gevestigde incubator Tech the Moon richt zich volledig op de ontwikkeling van een permanente nederzetting op de maan. Dit vooruitzicht lijkt echter nog ver weg. Er zijn namelijk nog veel obstakels. De resterende obstakels zijn voornamelijk van technologische en financiële aard. Toch lijkt Helium Energy een glimp op te vangen van een mogelijke nucleaire revolutie. 440 miljoen euro. Dat is het bedrag dat is vrijgemaakt voor het project om een reactor op helium-3 kernfusie te ontwikkelen. Helium Energy wordt echter geholpen door talrijke investeerders. Zij hebben nog eens 1,5 miljard euro toegezegd. Daarvoor moeten bepaalde vooraf vastgestelde doelstellingen worden gehaald. Voorlopig hebben we geen informatie over de verschillende fasen van dit buitengewone project. Helium Energy wordt daarmee de tweede meest gefinancierde start-up op het gebied van lucht- en ruimtevaart. De eerste is niemand meer dan TAE Technology. Momenteel lijkt kernfusie zonder radioactief afval een moeilijk te bereiken graal. Sterker nog, het is een zeer oude zoektocht. Het principe van kernfusie is eenvoudig. Het houdt in dat de kernen van twee zeer lichte atomen samensmelten. Splijting daarentegen breekt grote atoomkernen om energie vrij te maken. Voor fusie zijn zeer hoge niveaus van warmte en druk nodig. Dit vindt plaats in een vooraf ingesloten plasma. Er komen dus zeer grote hoeveelheden energie vrij. Bovendien kan fusie niet weglopen, waardoor er zeer weinig radioactief afval ontstaat. Wat de brandstof betreft, wordt in de meeste experimenten gebruik gemaakt van deuterium en tritium. Dit zijn isotopen van waterstof. Deze fusie zendt vervolgens neutronen uit. Deze neutronen verlaten het magneetveld. Dan verhitten ze de wanden van de plasmacontainer, de zogenaamde tokamak. Deze machine is ontworpen om de energie van fusie te benutten. In werkelijkheid is het een operatie die energie terugwint met een eenvoudige stoomturbine.
De deuterium-helium-3-reactie is aneutronisch. De bevordering van de energie die vrijkomt in de vorm van neutronen is dus minimaal. Er worden geen structuren beschadigd en er ontstaat geen afval. Uiteindelijk is het dé energieoplossing die de planeet Aarde noodzakelijkerwijze nodig heeft. Helaas is de kernfusie niet mogelijk zonder brandstof. Zoals we eerder in deze video zagen, is helium-3 zo goed als afwezig op het aardoppervlak. Het is wel aanwezig op de maan, maar de winning ervan is niet te voorzien in de nabije toekomst. Helium Energy slaat daarom een heel andere weg in. Zij denkt aan een gemengde fusie. Door de fusie van deuteriumatomen met elkaar zou helium-3 kunnen worden teruggewonnen. Om dit te bereiken maakt Helium Energy gebruik van de praktijk van pulsfusie. In dit verband is de configuratie met magnetische opsluiting zeer bijzonder. Het plasma wordt opgesloten in de vorm van een ring. Vervolgens wordt het samengeperst door een magnetisch veld. En dit is precies dezelfde strategie als die van TAE Technologies. Hierdoor kan de capaciteit van het opgewekte magneetveld ten volle worden benut. We zouden kunnen zeggen dat het plasma wordt omsloten door een veel sterkere magnetische greep. Helium Energy wil dus geen continu fusie opwekken. Het gaat meer om snelle fusiereacties achter elkaar. Eenvoudiger gezegd, aan de uiteinden van een lineaire reactor worden twee plasmaringen gegenereerd. Deze worden op een magnetische rails versneld totdat zij in een centrale kamer botsen. Op dat moment vindt de fusiereactie plaats. Dit levert een korte en relatief onstabiele reactie op die energiewinst mogelijk moet maken. Het is echter essentieel dat de ring lang genoeg wordt gestabiliseerd om de fusie te laten plaatsvinden. Ook moet het proces snel herhaald kunnen worden. Helium Energy moet ook bewijzen dat zijn methode van energieterugwinning werkt. Helium-3-fusie produceert geen neutronen. Er moet dus een oplossing worden gevonden. De Amerikaanse start-up moet dus een andere oplossing vinden. Er zijn plannen voor een systeem van directe conversie. De magnetische flux die ontstaat door de expansie van het fusieplasma wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. Volgens Helium Energy kan op deze manier 95% van de energie van het plasma worden teruggewonnen. Hun Trenta-prototype zou een plasma van 100 miljoen graden hebben gegenereerd gedurende meer dan een milliseconde. Dit is een bemoedigend resultaat. Sinds de ingebruikname van Trenta in 2020 heeft Helium Energy 10.000 fusiepulsen geproduceerd. De volgende reactor, Polaris genaamd, zal in 2024 helium-3 moeten kunnen produceren. Het antwoord op de vraag, kan helium-3 een revolutie teweegbrengen in de nucleaire industrie? Wellicht, het ambitieuze project van Helium Energy lijkt op schema te liggen. Zal het aan onze verwachtingen voldoen? Gezien de huidige situatie is het noodzakelijk om vol te houden en dergelijke plannen in leven te houden. In ieder geval wordt alles in het werk gesteld om ons omstreden gebruik van kernenergie te verbeteren. Als u het onderwerp van deze video leuk vond, kunt u de video liken. Om van alle andere video's te kunnen genieten, kunt u zich abonneren op het kanaal. En als u wilt, kunt u suggesties achterlaten in de comments. Dit kan zeer nuttig zijn bij de ontwikkeling van onze volgende onderwerpen. En vergeet niet de notificatiebel te activeren, zodat u geen enkel nieuws van ons mist. Tot ziens op ATEC!